We caught up with two of the stars from Tigerberg Girls' first hockey team. Tamsin Swart, the vice captain, scored one of her team's four goals in their 4-2 win over Paul Gymnasium, and Danielle De Toy, who was impressive in defence. De meisjes het altijd eerste span gespeeld en mijn pa heeft mij gezegd, gaan voor die trials om eerste span te spelen, net voor die lekkerte. En toen zit ze me in en dus mijn ma en pa is zo blij. Ze zijn twee sissies in die span en dat is zo maar lekker, want dan hoef je niet altijd op en af te rijden. Jullie zijn dan nog bij één game voor altijd te cheer en goed, dus dat is baie lekker. Mijn top kan gekregen is ik speel hockey hier. Ik hoef niet te worry over mijn kleren niet, mijn hockeystok kan niet zo lijken zoals het lijkt. Ik geef erg niet over nie. Het is my baie lekker altijd om my roomies met 'n chocolade sausie te geniet, maar ons is eigenlijk veronderstel om enige junk food te eet gedurende die seisoen nie, maar so nou en dan sal ek 'n McFlurry of so in gooi by die dieet. Ek dink het is altyd goed om positiewe kritiek te gee vir die span en om self ook jou eie foute raak te sien en daaraan te werk om dit te verbeter is 'n goeie ding, want daar is altyd verbetering wat kan plaasvind. My broers is 3 jaar ouer as ek en vanat hulle in die hoërskool, hulle was ook in hoërskooltyd gewerk en vanat hulle in die hoërskool was, het ek altyd saamgekom om die wedstryde te kom kyk en so ek was van laerskool af al baie opgewonde om Tygerberg te kom en baie opgewonde om ook hokkie te speel vir Tygerberg. En toe ek in graad 8 in die skool ingekom het ek ook altyd al die wedstryde kom kyk, die eerste span meisies kom ondersteun en goed en so dit was altyd 'n droom vir my om eerste span te speel vir die skool.